Zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Door het derde spoor gaat nu naar voren Finesse. Door het vierde spoor Flair JE. En zo komen de deelnemers in de laatste rechte lijn. Leiding is nog altijd voor Florence Baldwin. En die is er als eerste. Florence Baldwin als eerste in de laatste rechte lijn. Probeert wat afstand te nemen. Daarachter zoekt Fernando naar ruimte. Helemaal aan de buitenzijde komt Finesse. Nog verder aan de buitenzijde komt Falco. En ze gaan op weg naar de streep. Helemaal aan de buitenzijde komen ze aangevlogen. Maar dat is allemaal veel te laat voor Florence Baldwin. Die gaat winnen. Florence Baldwin wint. Tweede is Finesse. Derde is Falco. Dat is mooi. Nou, maar even kijken of het ook officieel is. Ja, de winnaar is officieel. Jip BV kan aan de slag, want ze kunnen Misha Brouwer gaan huldigen. Hij wint in 1.17.3. 1.17.3, dus de winnende tijd voor deze Florence Baldwin. En Misha, eerste PMU-zege in Nederland. Je deed het fantastisch met Floris. Ja, het is genieten. Genieten? Het paard, ja, misschien toch van tevoren ook, Bas zei het eigenlijk ook al in het interview, misschien wat lastig weg te krijgen van start af. Dat ging eigenlijk goed. Ja, ik had zelf het boekje al bekeken en ik dacht dat ik er mooi in stond. Alleen de start was een moeilijk probleem, maar dat verliep goed. Verliep goed en je kreeg de leiding en toen kwam Caroline Albers naast je. Toen praatten jullie even onderling en daarna was het de bekende rokade. Dat neem ik aan toen besproken. Ja, ze zei je krijgt hem gelijk weer terug en ik zag dat hij niet makkelijk te regelen was. Dus ja, dan is het geven en nemen. Geven en nemen, uiteindelijk finish je supersterk. Mooie zegen. Dank u wel. En daar komt inmiddels Floris Baldwin al aangestapt. Deze vijfjarige zoon van Passing Rank uit Tanja de Bruin. Gefokt door meneer Ebbingen van de Baldwinhoeve. Inmiddels eigendom van Nettle Racing. Getraind dus door Bas Krebans en vandaag gereden door Misha Brouwer. Die als leerling piqueur ermee een mooie zege boekt. En daarmee de leiding pakt, denk ik, in het leerlingkampioenschap momenteel in 2017. Hij werd natuurlijk afgelopen jaar derde. Werd vorige week nog gehuldigd bij het Drafgala. En inmiddels zijn alle Jip en Jannekes op de foto gezet samen met Floris Baldwin. Dus mocht u inmiddels achter de ramen hier weer zitten om naar de koers te kijken, geeft u dan een groot applaus aan Misha Brouwer die hier een PMU-koers wint. Start is vervallen. Paarden zijn weg en eens kijken wie de leiding neemt. Fernando aan de buitenkant gaat mee. Misha Brouwer is ook goed weg met Florence Baldwin. En aan de relingzijde ligt Future Boko. Zo gaan de paarden op weg naar de bocht. En de leiding is aan de relingzijde nog altijd voor Future Boko. Future Boko, daarachter aan de buitenkant is het Florence Baldwin. En die gaat nu proberen de leiding over te nemen. Fernando komt ook gelijk mee. En Icon Vrijthout heeft een goede start gehad. Die ligt vierde. Vijfde plaats is voor Finesse. Zesde daarachter is Flair JE. De zevende plaats Calypso Bravado. Achtste is Fantastico Boko. De favoriet ligt in de staart van het veld. Samen met Falco en aan de buitenkant daarnaast Excuse Me. Inmiddels neemt Fernando de leiding over en het tempo ligt erg hoog. Fernando gaat als eerste op weg naar de linkerbocht. Fernando op plaats 2, daarachter volgt Floris Baldwin. Derde plek daarachter Future Boko en daarachter Icon Vrijthout. Dan Finesse, daarachter Flair JE, dan Calypso Bravado. Daarachter Fantastico Boko, die gaat nu naar het tweede spoor. Achter hem aan gaat Excuse Me en daarachter aan de binnenkant ligt Falco. Ze gaan een paar de linkerbocht door. Fernando houdt aardig tempo. Fernando maakt er een harde koers van. En een paar paarden vinden dat lekker. Bijvoorbeeld het paard dat tweede ligt. Dat is Floris Baldwin. Daarachter volgt dan de rest van het veld. En we gaan ook even kijken in het middenveld. Want daar worden wat paarden naar buiten genomen. Fantastico Boko was daar al onderweg naar voren. Krijgt nu ook een deelnemer voor zich. En dat is Icon Vrijthout. En Finesse gaat ook mee. Zo gaan de deelnemers voor de tribune langs. We hebben nog één volledige ronde te gaan. En het is Floris Baldwin die leidt. Floris Baldwin, daarachter Fernando. Daarachter aan de buitenkant Icon Vrijthout. Aan de relingzijde Future Boko. Daarachter volgt dan Finesse. Daarachter Flair JE. Aan de relingzijde Calypso Bravado. Daarachter Fantastico Boko. Die zit nog altijd vast aan de binnenkant. We dachten net even dat die tweede spoor in ging. Maar dat ligt inmiddels Excuse Me. En daarachter volgt Falco. En die gaat nu naar het tweede spoor. Zo gaan de paarden voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in. En nog altijd diezelfde leider. En dat is niet dezelfde leider meer trouwens. Dat is Floris Baldwin die heeft overgenomen. Floris Baldwin, toen wij achterin waren, was hij voorin bezig met een positiewisseling. Ligt inmiddels op kop. Floris Baldwin gaat ook als eerste op weg naar de laatste bocht. Dat kan niet missen. Fernando ligt er nu achter. Aan de buitenkant daarnaast volgt Icon Vrijthout. En zo zijn de deelnemers op weg naar de laatste bocht. Finesse ligt er heel mooi in. Ligt vierde. Zo gaan die deelnemers de laatste bocht nu in.
Leiding in handen van Floris Boltwin en die gaat versnellen. Floris Boltwin versnelt, Icon Vrijthout is tweede. Derde daarachter Fernando en zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Door het derde spoor gaat u naar voren Finesse. Door het vierde spoor Flair JE. En zo komen de deelnemers in de laatste rechte lijn. Leiding is nog altijd voor Floris Boltwin en die is er als eerste. Floris Boltwin als eerste in de laatste rechte lijn. Probeert wat afstand te nemen. Daarachter zoekt Fernando naar ruimte. Helemaal aan de buitenzijde komt Finesse. Nog verder aan de buitenzijde komt Falco. En ze gaan op weg naar de streep. Helemaal aan de buitenzijde komen ze aangevlogen. Maar dat is allemaal veel te laat voor Floris Boltwin. Die gaat winnen. Floris Boltwin wint. Tweede is Finesse. Derde is Falco. Dat is mooi.